Dit is Westland Report, de reportagerubriek van de gemeente Westland over ontwikkelingen en gebeurtenissen in onze regio. Ik wou zeg maar wel heel graag werken en ik wist ook niet meer zo goed wat ik wou. Mijn tante die heeft toen gezegd van, goh, moet je niet anders gewoon aanmelden bij Werkplein. Dat heb ik toen gedaan, omdat ik gewoon zoiets had van, volgens mij gaat het me niet zelfstandig lukken. Als je eenmaal gewoon lekker in de structuur ook zit, dan is dat zoveel fijner. En het is ook heel fijn om je eigen geld te verdienen, dus zodat je jezelf ook gewoon kan onderhouden. Echt met jouw gewerkt geld. Goedemorgen, VNR Techniek. U spreekt met Inge Ouweling. Inge was klaar met studeren en kon geen baan vinden die op haar studie aansloot. Ze meldde zich aan bij het Werkplein en vond een baan in een totaal andere richting, de administratie. Ik heb nu echt een doel ook in mijn leven weer. Want eerst had ik zo van na mijn studie, ja, wat ga ik doen en wat wil ik dan nu? Maar ik zit hier wel op mijn plek. Haar werkgever Marien Vellekoop zet vacatures bewust uit bij het MVO-team. Ik vind het belangrijkste vind ik dat iedereen een kans moet kunnen krijgen. En dat die ook gemaakt wordt, de kans, door degene die hem aangeboden krijgt. Westland werkt aan een duurzame arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin voor iedereen plek is en zoveel mogelijk mensen meedoen. En dat is niet altijd makkelijk. Er zijn steeds meer werkplekken nodig. Speciale regelingen voor mensen met een arbeidsbeperking verdwijnen. En op termijn verdwijnt de sociale werkplaats. We staan hier bij Petijnenburg. Wij willen dat deze mensen zoveel mogelijk voor Westlandse ondernemers gaan werken. Dat kan of hier bij Petijnenburg of bij de ondernemers zelf. De gemeente en Petijnenburg zullen de ondernemers daarin ondersteunen en begeleiden waar dat nodig is. Steeds meer ondernemers sluiten zich aan bij MVO Westland. En steeds meer ondernemers creëren werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar met het oog op de toekomst is het nog niet genoeg. Kent u misschien mensen in uw omgeving die moeite hebben met werk vinden? Ja, dat is overal. Die ken ik wel, ja. Die ken ik wel, verschillende, ja. Een buurman van mij, en die heeft toen besloten van ik ga ZZP'er worden. Omdat hij zelf eigenlijk niet aan de bak kwam. Onder andere mijn eigen kinderen hebben er vreselijk mee geworsteld. Veel mensen kennen wel iemand die geen baan heeft. En daarvoor zijn speciale regelingen getroffen. In Westland krijgen 960 mensen een uitkering vanuit de bijstand. MVO Westland zoekt voor deze mensen een baan. Maar met de komst van de participatiewet in 2015 zijn nog meer werkplekken nodig. De WAJONG wordt grotendeels afgeschaft. Alleen iemand die volledig arbeidsongeschikt is, kan daar straks nog een beroep op doen. En daardoor moeten jaarlijks zo'n 40 jongeren aan regulier werk komen in Westland. In de sociale werkplaats Petijnenburg werken nu 350 mensen. Om hen aan het werk te houden zijn ook voldoende opdrachten nodig. En ook hiermee houdt het team van MVO Westland zich bezig. Wat wij doen hier als accountmanager is op zoek naar werkplekken, naar ondernemers die openstaan voor MVO Westland. We gaan met z'n allen pad op. We organiseren allerlei events om MVO Westland gewoon in het Westland gewoon echt veel meer body te geven. En duidelijk te maken dat we voor een hele grote taak staan hier in het Westland om gewoon mensen die niet zelfstandig aan de baan komen, om die te helpen en om daar ook daadwerkelijk gewoon werkplekken voor te creëren. Dat is eigenlijk onze ambitie. Met de komst van de participatiewet in januari 2015 staan we voor de opdracht om landelijk 125.000 garantiebanen te creëren. Dus dat betekent dat er extra nadruk komt op het creëren van werkplekken voor deze doelgroep. Voor deze groep die niet zelfstandig aan de baan komt. En ook ondernemers worden hierbij gevraagd om hier ook hun deuren voor te openen. Tijdens een bijeenkomst op donderdag 25 september ondertekenden de lokale afdelingen van MKB, VNO-NCW en LTO Glaskracht voor deelname aan een Westlands Sociaal Akkoord. MVO is voor ons belangrijk omdat wij toch onderdeel uitmaken van de maatschappij. En daar willen we ook naar de maatschappij laten zien dat wij daar ook serieus nemen. Wij denken wel dat er nog wat onwetendheid is.
En ja, MKB die gaat daarvoor zorgen om dat heel goed over de bühne te brengen. Wat wij eigenlijk zullen gaan doen is met een aantal concrete voorbeelden die er zijn uit de praktijk. En ook door hen het woord te laten voeren naar onze ledenstappen. Door middel van bijeenkomsten, maar ook door individuele zeg maar, deuren die we gaan openen. Om het belang van hetgene wat we hier met elkaar afspreken onder ogen te brengen. En op die manier onze medewestlanders daadwerkelijk aan het werk te helpen. En op die weer een zinvolle plaats in onze samenleving te geven. Nou, we staan natuurlijk voor een opdracht om heel veel mensen die nu nog aan de kant staan, om welke reden dan ook, om daar de werkgelegenheid hier zo goed te organiseren dat eigenlijk iedereen mee kan doen. En dan moeten we heel goed in optrekken samen met die ondernemers. En ik ben er onwijs trots op dat wij hier in Westland zoveel van die maatschappelijk betrokken ondernemers hebben. Dus wat mij betreft gaat er nog heel veel volgen. Je haalt mensen soms nog vanuit het buitenland binnen om hier te komen werken. Maar ook dat is al een beetje achterhaald. Want dan zou ik zeggen, eerst moeten we zelf maar aan het werk gaan, de handen uit de mouwen steken. We vormen allemaal een deel van de ketting. En ik denk dat we allemaal ons best moeten doen. Zowel de werkgever als de werknemers. En ja, ook een beetje flexibel zijn. Inge zit ondertussen alweer een half jaar bij VNR Techniek. Het gaat erg goed. Haar werkgever is tevreden. Nou, voorheen gingen wij altijd zoeken met een advertentie. En de laatste tijd gaan we contact leggen met de gemeente. Die wordt goed serieus genomen. En ja, de gesprekken zijn eerst vooraf gegaan voordat Inge met de sollicitatie kwam. En ze werd ook heel goed begeleid vanuit de werkstroom. Er is een grote groep mensen die aan de kant staat. En dat willen we niet. Hoe meer mensen aan de kant, hoe duurder het wordt, hoe hoger de premies, hoe hoger de kosten worden. Wij willen met elkaar. Willen we een gezonde arbeidsmarktomgeving hebben. En die gezonde arbeidsmarktomgeving kunnen we pas hebben als iedereen die kan ook een plek heeft.